2018 was een jaar met vele bijzondere speeches en gesprekken. En met het Debatinstituut hebben we een selectie gemaakt van een aantal speeches die op ons het afgelopen jaar indruk maakten. Speeches die het nieuws een paar dagen domineerden of simpelweg speeches die stilistisch heel goed in elkaar zaten. Een van die speeches was de speech van Oprah Winfrey op 10 januari, aan het begin van het jaar. Zij ontving bij de Golden Globe Awards een Lifetime Achievement Award. En op het podium hield zij een redelijk korte speech die dagen daarna nog in het nieuws circuleerde. Sterker nog, daar ontstond een heel geruchtencircuit en een hele oproep dat ze zich kandidaat zou moeten stellen voor het presidentschap. Zoveel indruk maakte deze speech. Wat maakte hem nou zo goed? Volgens mij was dit een perfect voorbeeld van een boodschap en de boodschapper die samenvallen. Iemand die een verhaal vertelt die in dit geval op haar lijf geschreven staat. Oprah begon haar speech te vertellen hoe zij als klein meisje al naar de Golden Globes keek en hoe ze onder de indruk was toen de eerste zwarte man een prijs won. Wat voor indruk dat had gemaakt en hoe ze dat haar leven lang met zich mee heeft gedragen. Vervolgens sprak ze ook over seksueel misbruik van vrouwen. En iedereen weet dat Oprah Winfrey zelf in haar jeugd seksueel misbruikt is. Kortom, een boodschap die ook dicht bij haarzelf past. Het viel natuurlijk ook midden in de MeToo-beweging. En ze deed ook een krachtige oproep voor vrouwen om op te staan en achter vrouwen te gaan staan die iets hadden meegemaakt. Kortom, een speech die perfect getimed was op het moment waarin ze hem hield, haar op het lijf geschreven was, maar ook stilistisch met anekdotes, stiltes en structuur perfect in elkaar zat. Nou, we gaan zo kijken naar de volledige speech van Oprah, maar voordat we dat doen, attendeer ik je er nog even op dat je hieronder comments kunt maken. Je kunt aangeven wat je zelf van deze speech vond, of je kan andere speeches aandragen waarvan je denkt dat dat ook bijzondere speeches waren. En vergeet vooral niet, mocht je dat nog niet gedaan hebben, jezelf te abonneren op ons YouTube-kanaal. Dan ontvang je regelmatig video's als deze met analyses en tips op het gebied van overtuigend spreken. Maar laten we nu teruggaan naar 10 januari 2018, de Golden Globes Award en de speech van Oprah Winfrey.